De film gaat over het bombardement van Rotterdam 14 mei 1940. En eigenlijk, dat zijn pas de laatste zoveel minuten. Voor de rest gaat het over, over twee mensen die gek op elkaar zijn. En ondanks die oorlogsdagen bij elkaar blijven. Het is mijn eerste filmrol inderdaad. Het was een achtbaan, een heel groot avontuur. En ik ben heel erg met mijn neus in de boter gevallen. Want ik heb het gevoel dat we een hele mooie film hebben gemaakt. En ik ben heel erg benieuwd wat de mensen ervan gaan vinden. Dat was heel bijzonder om te doen. En ontzettend leuk. Natuurlijk met mensen gewerkt die het klappen van de zweep kennen. Heel veel goede acteurs om me heen. Dus ja, dat was voor mij wel een pre. Ik speel Eva. Dat is een half Duits meisje opgegroeid in Duitsland en vlucht naar Nederland om haar familie en haar toekomst veilig te stellen. Ik heb een heel klein rolletje van de oom van de hoofdrolspeler, die Jan Smit speelt. Ik speel Vincent de Graaf, die jongen, die een hele vrolijke jongen is over het algemeen. Wel heel veel bagage met zich meedraagt, geestelijke bagage om precies te zijn. Een moeilijke jeugd gehad, wordt verliefd op een half Duits meisje. Ik speel de rol van Chris en dat is de broer van Vincent, van Jan. En wat ik al zeg, we zijn broers en we hebben een behoorlijke geschiedenis samen. Onze moeder is overleden tijdens een brand die per ongeluk is gesticht door Vincent. Nou, de hele rol was een uitdaging. Ik als zanger die in een oorlogsfilm gaat spelen, ja, dat was natuurlijk op zich al een uitdaging. En het feit dat ik dat gedaan heb, ik denk dat dat de grootste uitdaging aan zich was. En natuurlijk om een geloofwaardige Vincent af te leveren. En de film is niet alleen in Rotterdam opgenomen, maar ook in Boedapest en Dordrecht. Waarom is daarvoor gekozen? Nou, voor een groot deel, als je een film opneemt die het bombardement heeft die in Rotterdam speelt, dat oude Rotterdam bestaat gewoon niet meer. Dus we konden dat niet meer doen. Dus we hebben plekken gezocht waar we het oude Rotterdam weer in zijn oude glorie konden doen herleven. Dat is voor een deel in Dordrecht, dus een klein stukje in Antwerpen. En voor een belangrijk deel in Boedapest. Want dat lijkt er nog genoeg op en dan konden we zo verbouwen en aanpassen dat het genoeg op het oude Rotterdam leek.